Ik heb vorig jaar een andere grote voorstelling gemaakt, Hold Your Horses. Een beetje een gelijkaardige voorstelling. En toen kreeg ik direct van Clara Festival een opdracht om een nieuw werk te schrijven, waar dat ook in hun festival pakte, in het thema van de liefde. Voilà. En dan ben ik een beetje beginnen research doen en ik kwam al snel op het woord hersenschmerz, vond dat wel. En dan begint dat te groeien. Ik werk al lang met een groep mensen die ik rond mij verzameld heb. Zo'n beetje vanuit alle richtingen zo. Er zitten klassieke muzikanten tussen, er zitten mensen uit de impro-wereld. Mensen uit de rockwereld, dus dat is zo'n beetje mijn bitches brew. En ik was ook vorige voorstellingen een tijdje gefascineerd geraakt door die hikikomori. Dat zijn die Japanse mannetjes die volledig in het internet leven. Die leven in een klein kamertje, komen er niet meer buiten. En alles wat ze doen, doen ze op het internet, ook de liefde. Ze trouwen op het internet met van die virtuele manga-figuurtjes. En zolang als wij die virtuele wereld gebruiken voor rationele dingen, dan vinden we dat wel oké. Maar van het moment dat je daar ook je liefdesleven ziet daarin plaatsvindt, dan stel je wel vragen. Ik veroordeel dat niet, want ze kunnen daar misschien een stuk gelukkig mee zijn, maar een ideaal of zo is het toch eigenlijk niet. Dat is misschien ook een stuk van een nieuwe manier van leven. Waar we toch moeilijk, denk ik, aan ontsnappen. Want als jij je naam in Google intypt, dan verschijnt er sowieso een tweede wereld van jouzelf, die ook aanwezig is. Dus ik denk niet dat we daar nog aan ontsnappen. Wat mij wel boeit als artiest, is van, hoe gaan we ermee om? Wat gaan we ermee doen? Hoe gaan we erop reageren? Zijn we akkoord? Zijn we niet akkoord? Die spanning, die is er wel. Dat is een beetje het thema van de voorstelling.